Hoi, ik ben vandaag bij Taste, het grootste culinaire evenement van Nederland. En nu ben ik benieuwd, wat wordt er gegeten en hoe smaakt het? Ik zoek het uit, kom mee. Ik eet een broodje worst, om het heel plat te zeggen, met wat aubergine van de barbecue. En ja, het is net uit een hout overgekomen, dus, maar hij smaakt erg goed, moet ik zeggen. Oké. Een risotto met munt. Sint-Jacobsschelpen. Wel eens geprobeerd in de oven. Vond ik ook erg lekker. Maar als je het zelf maakt is het toch altijd wel lekkerder, vind ik. Ja, ik vind het heel lekker. Maar het komt omdat ik gewoon heel erg van risotto hou. Op welke manier dan ook. Ik hoop dat het lekker is. Nou, dit is Meta van Smilweb. En zij is hier ook op Taste. Wat vind je van Taste? Ik vind Taste wordt nu voor de derde keer georganiseerd. Ik ben de vorige twee keren ook geweest. En ik vind het eigenlijk dit jaar nog gezelliger dan die twee keren daarvoor. Dat wil ik al eerst even zeggen. Er is een hele leuke markt. Die is nu heel centraal eigenlijk opgesteld op het terrein. Met allemaal leuke kraampjes met olijfolie en met noga en met lekkere wijnen en mooie messen en dat soort dingen. Ik vind het vooral lekker en heel gezellig. Gewoon heel erg nieuwsgierig. Wij zijn ook mediapartner van Taste. En ik wil natuurlijk wel weten hoe het is geworden, hoe het eruit ziet. Wat is het lekkerste gerecht dat je hier gegeten hebt? Moet ik even nadenken, want het zijn heel veel lekkere gerechtjes. Maar als ik er eentje uit moet kiezen, vond ik toch wel heel erg lekker het worstje. Het zelfgemaakte worst van Toscanini. Nou, leuk. Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar zeker weer. Ja, absoluut. Het is heerlijk. Was het wachten waard? Italiaans. Dan gaan we op zoek naar dadelijk. Afrika wijn aan de andere kant. Favoriete gerecht? Dat weten we nog niet, want dit was het eerste. Tot nu toe de wijn. Ja, ik vind het ook wel lekker, alleen hij is volgens mij nog niet helemaal gaar. Het is tegenwoordig goedkoper om te bestellen als dat je het zelf gaat maken. Altijd lekker. Heel lekker. Bestellen is zo makkelijk. En het smaakt het ook wel weer heerlijk. Dit was Taste. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Mij wel in ieder geval. Dus doei!